bij weer een nieuwe Cardano News Update. Blijf in de toekomst op de hoogte van alles omtrent Cardano door je te abonneren op ons kanaal. Vind je deze content leuk? Delegeer je dan via de Bitbal Cardano Stakepool. Ticker BitB. Laten we snel beginnen. Het is vandaag 22 september 2022. En vandaag is een enorm belangrijke dag voor het Cardano ecosystem. Vandaag wordt wellicht de grootste upgrade uitgevoerd die ooit heeft plaatsgevonden binnen blockchain. Dit artikel wat we hier voor ons zien hebben we al eerder erbij gepakt. En daarin kunnen we alle voorbereidingen tot aan de Vasil hardfork doornemen. En ja, we gaan dit dus voor een laatste keer doen. Vanavond om 21:45 UTC wordt de Vasil mainnet hardfork combinator event era transition van Alonzo naar de Babbage area wordt uitgevoerd. Zo op het eind van epoch 365, 21:45 UTC. In Nederland zitten we op UTC plus 2, dus het zal vanavond om 11:45 vanavond zal de hardfork worden uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn er een aantal voorwaarden gesteld door de Cardano Foundation en IOHK over wanneer de Vasil hardfork zou kunnen worden ingevoerd. Die voorwaarden zijn op dit moment bijna allemaal voldaan. We zullen ze zo meteen nog even een keer doorlopen. Maar we zien dus dat vanavond de hardfork wordt getriggerd en dat één epoch later ook de Plutus V2 cost model beschikbaar is op mainnet. Zoals al eerder gezegd, moest 75% van het aantal staples moesten draaien op een nieuwe noteversie 1.35.3. Daar is veel discussie over geweest, maar daar kun je meer over vinden in een volgende nieuwsupdate. We zien dus dat van die 75% dat er 99% van de nodes momenteel draait op 1.35.3. Daarna een hoop downstream components, allemaal release, successfully tested, released. Verder even dit. De exchanges bij liquidity, het is namelijk nodig dat er een minimaal aantal hoeveelheid van de exchanges draait op het nieuwe netwerk, ook dus op 1.35.3 op de nieuwe versie. En we zien dus Binance ready, Upbit ready, Maxi ready, BitTrue ready, Coinbase in progress. Coinbase laat ongeveer nou zien dat het de meest langzame is qua integraties van updates. En hiermee doet Coinbase dus geen goede zaak. De rest alles hier is ready, dus er zijn de top 12 exchanges. According to CoinGecko, hier al ready. En wat zien we hier nog? Kraken en jongens... Bitfavo in progress. Dit is niet zoals het hoort. En dit is geen goede zaak voor deze exchanges. Verder de DApp projects, de Mintswap tested, SundaySwap preview tested, Wingradis tested, MushySwap is in testing, tested. Zien we allemaal dat het allemaal vrijwel is afgerond. Dat zien we dan ook in het Twitterbericht van input-output. 39 exchanges upgraded. Bij bijna 88% van de totale liquiditeit. 98% van de mainnet blocks wordt op dit moment geproduceerd door de Vasil node. En de top Cardano devs bij TVL have confirmed they've tested and be ready. We hebben het al een aantal keer op dit kanaal besproken. Maar mocht je nog niet weten, hier nog een kort overzicht van wat de Vasil upgrade. Dus mainnet 22 september vandaag of vanavond om 11:45 s'avonds. Precies inhoud. Hier zie je dus een lang artikel waarin we even gaan kijken. Hier zijn dus de key dates. 22 september, mainnet hardfork combinator event. Vanavond zal er dan ook naar alle waarschijnlijkheid een event worden georganiseerd digitaal op YouTube via een livestream waarin dus de hardfork zal worden getriggerd. 24 september zal de pre-production environment, dus twee dagen later op zaterdag, zal die live gaan. En dat is dus eigenlijk de laatste test environment die live moet gaan voordat de Plutus V2 scripts volledig live op mainnet kunnen gaan. En die staan dus gepland voor 27 september. Dus vanaf dat moment kunnen de developers ook van alle Plutus V2 mogelijkheden kunnen ze gebruik gaan maken. Dan hier nog even een kort overzicht van wat die upgrades nou precies allemaal inhouden. We zien dus dat de reference inputs, SIP 31, SIP 32 en SIP 33, inline data en reference scripts, komt erop neer dat we dus reference kunnen gaan toevoegen als het gaat om het invoeren van scripts. Houdt dus in wanneer een developer een smart contract schrijft, hoeft hij in principe de
smart contract zelf maar één keer op de blockchain te deployen. En het voordeel heeft dat, dus dat daarmee transacties vele malen kleiner gaan worden en daarmee ook vele malen goedkoper. Hetzelfde met datums en redeemers. We kunnen meer data in data op een meer gedecentraliseerde manier gaan toevoegen aan de blockchain. En het grootste andere update die er dus aan zit te komen is diffusion pipelining. Diffusion pipelining is een optimalisatie om de hoeveelheid data die de blockchain per tijdseenheid kan verwerken omhoog gaat brengen. Dus kort gezegd biedt de Vasil Hardfork een update voor de totale hoeveelheid data die in één keer door het netwerk kan worden verwerkt. Maar daarnaast ook wordt updates doorgevoerd waarmee deze data ook efficiënter op het netwerk worden geplaatst. Dus het is een tweezijdige update. En dat gaat dus een enorme performance update toebrengen aan het Cardano netwerk. Vorige week heb ik een video geplaatst die volledig is toegewijd op Project Catalyst. Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben gehad en dat jullie allemaal je stemmen tijdig afgelopen maandag hebben ingediend. Maar daardoor heb ik dus niet kunnen ingaan op de nieuws van de week ervoor, dus dat de Ethereum merge heeft plaatsgevonden. En jongens, aan de kant van Ethereum ziet het er allemaal wat minder zonnig uit dan aan de kant van Cardano. De grafiek die je hier voor je ziet is een overzicht van de stakepools die op het Ethereum netwerk draaien en de hoeveelheid stake dat deze stakepools beheren. Dit zegt dus iets over de decentralisatie van het netwerk, omdat het de verdeling van de hoeveelheid stake in het netwerk ziet. We zien hier een heel groot blauw vlak met bijna 30% van de stake. En daar staat dus Lido bij, Lido staking. Daar zijn we in het verleden ook wel eens op ingegaan. En dat Lido eigenlijk, dus daarmee swap je eigenlijk je Ethereum voor een staked Ether. Dus je krijgt een andere token voor terug, waarbij je dus geen garanties hebt of je ooit nog je volledige Ethereum gaat terugkrijgen. Ethereum maakt namelijk gebruik van slashing. Waarmee je dus bij een onjuist gebruik van de node of onjuist gebruik op het netwerk een bepaald deel van jouw stake kan worden weggevaagd. En je bent dus ook afhankelijk van wat al die andere validators in het Lido-netwerk dan daarmee doen. Dus het is een zeer gevaarlijke manier van meedoen met staking. Maar goed, even terug to the point. Andere Coinbase en Kraken. Nou, tellen we die 3 procentuele percentage bij elkaar op, dan zien we Lido controleert momenteel 30% van de hoeveelheid staken op Ethereum. Coinbase kleine 14. Ze zit op 44 plus 8 van Kraken. 52% jongens. Dat houdt dus in dat drie entiteiten eigenlijk het Ethereum netwerk bepalen wat er gebeurt. Waarom is dit zo gevaarlijk zou je zeggen? Nou, omdat op het moment dat wanneer een bepaalde centrale autoriteit, ik zeg een overheid, censuur zou willen plegen op het Ethereum netwerk, hoeven ze maar bij drie partijen aan te kloppen om dus het een en ander voor elkaar te kunnen krijgen. En of dit nou positief of negatief is, dat weten we niet. Maar we weten, we zijn allemaal gestart met blockchain omdat we streven naar decentralisatie. En dat is niet waar Ethereum momenteel op draait. Als we dan ook live kijken naar de aantal bloks wat geproduceerd, dan is het beeld misschien nog wel wat slechter. Dan zien we dat de grootste blokproducent, waarschijnlijk Lido, begint dus met een Ethereum adres OX388. Produceert momenteel bijna 25% van het aantal bloks. Dan hebben we dus OXDAF 20% en het volgende adres 15%. Dus deze drie entiteiten, wat waarschijnlijk dus inderdaad Lido en Coinbase en Kraken is, produceren dus samen ongeveer 60% van de hoeveelheid blokken. Nou, wanneer je mij niet gelooft, dan kan je dat ook gewoon live terugzien op Etherscan. En dan zie je dus dat wanneer we dus het adres van Lido intypen, zien we dat Lido in de afgelopen 5 minuten, waarin er dus 25 bloks zijn geproduceerd. In de laatste 25 bloks 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokken heeft geproduceerd. Dit is ook Addon Altcoins opgevallen. En zoals je al ziet, ik kan je daar maar één juiste reactie op geven. En dat is yikes. In Cardano ziet het er namelijk een stuk zonniger uit, hoor. Wanneer we dus kijken naar de 50% van de bloks met de grootste pools, dan zien we dus dat Binance 11% heeft, dat Avengers 8,7% heeft en dat de rest van de stake is opgedeeld uit een paar wel multiple pool operators, maar uit een hele hoop. Dus in Cardano ziet het er een stuk zonniger uit. Onze pool zit natuurlijk in deze groep in de single pool operators en dit zijn dan ook de partijen die natuurlijk het meeste bijdragen aan de decentralisatie van het netwerk. Het is positief wanneer de hoeveelheid stake in een proof of stake netwerk
wordt verdeeld door zoveel mogelijk pools. Denk daarover ook wanneer je ervoor kiest om een stake pool te kiezen. Kies voor een stake pool die nog wat minder stake heeft of die je kan helpen om te groeien om wat meer sustainable te worden. Nou, ben je nou op zoek naar zo'n stake pool, zo'n single pool operator en vind je het leuk om ook onze video's te ondersteunen? Dan kan je eens nadenken om je stake te delegeren aan onze stake pool. Wij zijn de Bitterbal Pool en we doneren 25% van onze opbrengsten aan de Nederlandse Voedselbank. Dat is in deze tijden met hoge energieprijzen en waarbij kwetsbare mensen het al moeilijk hebben, vinden wij het mooi om een initiatief te ondersteunen waarbij we dus kwetsbare mensen redden, die het dus wat minder hebben in het voorzien van een eerste levensbehoefte. En daarnaast natuurlijk is de voedselbank een enorm mooi concept waarbij we ook het klimaat natuurlijk helpen doordat we voedselverspilling tegengaan. Dus mocht je daar vragen over hebben, stuur me even een berichtje via YouTube, Twitter, Telegram en ja, ik vertel je er graag meer over. Ook kun je genoeg informatie vinden op onze website. Daar vertellen we bijvoorbeeld ook van wat blockchain is, wat crypto is, wat Cardano is. Ook zullen wij binnen korte termijn ook een aantal blogs gaan plaatsen waarmee we wat meer de techniek van Cardano wat meer gaan uitleggen. En ja, volg ons zeker even op Twitter om eventjes direct op de hoogte te zijn van wat we allemaal doen. Zoals het organiseren van Nederlandse Twitter Spaces. En daar ga ik het nou ook gelijk even met jullie over hebben. Want wanneer je ons kanaal volgt, dan heb je deze video misschien al teruggekeken. Wij hebben namelijk laatst de allereerste Nederlandse Cardano Twitter Space georganiseerd. Waarin we dus met een groepje mensen bij elkaar zijn gaan zitten. En lekker een uurtje hebben kunnen kletsen over alles rondomtrent Cardano. De meeste Twitter Space zijn altijd Engels, dus wij vonden het leuk om dit keer in het Nederlands te doen. En dit beviel ook heel erg goed. Dus je ziet ook 573 mensen hebben tot nu toe beluisterd. En ja, dit grote succes heeft ons ook gebracht dat we hebben gekozen om een volgende Twitter Space te organiseren. En die staat gepland voor aanstaande maandag. Zoals aan het begin van deze video gezegd, gaat vanavond de Fuzzy Hard Fork getriggerd worden. En dan gaan we dan ook aanstaande maandag live op Twitter ook met een aantal anderen zoals Wenkt Stake Pool en Biada Pool. Gaan we daar over doorpraten over... Nou, wat is ons allemaal opgevallen en daar zijn we ook, nodigen we iedereen ook bij uit om daarin mee te kletsen. Wat dus ook opviel in de afgelopen week is dat we op Twitter zagen dat voornamelijk vanuit de, bijvoorbeeld de Ethereum NFT community, dat er steeds meer, aandacht komt voor Cardano en dan voornamelijk dus Cardano NFT's. NFT's zijn een hele brede manier om voor een groot publiek blockchain interessant te maken, omdat het natuurlijk het gaat over hele tastbare zaken, net als over het bouwen van communities of het zeg maar in dit soort gevallen zeg maar zie je bijvoorbeeld in deze discussie dat iedereen eigenlijk zijn eigen NFT profiel picture heeft. Zelf ben ik niet extreem into NFT's. Ik heb er wel een aantal, maar ik ben daar niet de grootste specialist in. Maar goed, NFT's is wel een mooie manier om eens te peilen van hoe is nou de aandacht voor het Cardano-netwerk. En je ziet dus dat mensen vanuit andere ecosystems, bijvoorbeeld voornamelijk vanuit Ethereum, steeds meer aandacht krijgen voor het Cardano-netwerk. En dit is ook niet gek, want we zien dus inderdaad met de Fuzzy Hard Fork die voor de deur staat, is er natuurlijk al een hoop aandacht op dit moment die op Cardano wordt gevestigd. Maar daarnaast komen ook steeds meer mensen achter dat na de Ethereum merge dat er eigenlijk helemaal niks is veranderd. Het netwerk is nog gecentraliseerder geworden. Alleen hebben we de mining pools ingeruild voor de stake pools. En daarmee is de macht op het netwerk nog meer komen te liggen bij gecentraliseerde partijen. Net als Coinbase, Kraken, centrale exchanges, Lido. In plaats van dat het dus in mining pools lag. En in mining pools was het al niet al te best. Maar het is nu nog slechter geworden, laten we maar zeggen. Nou, mensen in de Ethereum community komen er dus nu achter, of die hadden waarschijnlijk hoop, dat de fees op Ethereum ook enorm naar beneden zouden gaan na de merge. En dat het netwerk een stukje, qua performance, een stukje vooruit zou gaan. Dit is dus allemaal niet het geval. Ethereum is alleen gegaan van proof of work naar proof of stake en dat is het. Het netwerk is daarmee dus een stuk gecentraliseerder geworden. En verder zijn niks anders van de problemen opgelost en steeds meer mensen komen erachter. En dat zie je ook terug in de prijsbewegingen momenteel, waar ik verder niet op dit kanaal op inga. Maar je kan het allemaal even gewoon rustig op je gemak terugzien. En langzaam maar zeker ga je dus zien dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar andere ketens. En wanneer je participeert in een Web3-netwerk net als Ethereum, dan zijn er verder niet zo heel veel opties waar je verder aan kan denken.
Ja, als het gaat om de grote netwerken met een grote market cap, dan hebben we het dus over bijvoorbeeld Tether, USD Coin, stablecoins zijn dat. BNB is een gecentraliseerde Binance Coin, dus het is ook gerefereerd aan een exchange. Hetzelfde met Binance USD, maar dit is ook een stablecoin. XRP is het iets anders, gaat voornamelijk over het betalingsverkeer. En dan komen mensen vanzelf uit wanneer ze dus op zoek gaan naar een ander alternatief voor Ethereum bij Cardano. Cardano is dus ook een Web3-oplossing, smart contracts, en is dus een direct alternatief voor het Ethereum-netwerk. En hier zie je dan ook nog zo'n voorbeeld van Joey Moose. The Cardano community is strong as sea of fire. I'm gonna cave now and need some recommendations. Dus ja, je ziet dat een groot deel van dus de NFT-community langzaam zich te begeven op Cardano. En wellicht is NFT dus daarvoor veel mensen een eerste stap in. En voor NFT's maakt het namelijk niet echt bijzonder veel uit op welke chain het draait. En we hopen dat het op lange termijn natuurlijk ook voor DeFi zo geldt. Maar goed, Ethereum is natuurlijk verreweg het grootste ecosysteem als het gaat om TVL, dus om Total Value Locked. Cardano staat hierin nog in de kinderschoen, omdat we natuurlijk pas een jaar geleden onze smart contracts hebben geïntroduceerd. En we dus vandaag een enorme upgrade gaan krijgen op het netwerk, waarmee het dus ook voor steeds meer developers en onze huidige developers ook al steeds aantrekkelijker wordt om meer op het Cardano-netwerk te gaan ontwikkelen. En ja, daar is echt enorm grote winst te behalen. Als we eens kijken naar de TVL van Ethereum, dan zien we daar bijvoorbeeld inderdaad dat Lido, zoals juist besproken, daar al aan staat als ja, liquid staking provider. Verder hebben we DEX's, yield farming. Maar een groot gedeelte, bijvoorbeeld AV, is ook een extreem grote partij. Maar we zien dus vaak dat de meeste van deze TVL voortkomt uit mensen die hun tokens opslaan in een contract en hier dus deze dus inzetten voor een lending en borrowing applicatie bijvoorbeeld. Dit houdt dus in dat jij jouw geld kan uitlenen en geld kan lenen door middel op een decentrale manier, dus peer-to-peer. Ja, en het is dus een kwestie van tijd. Dat we zien dus nu misschien een beginnen met de NFT community, maar dit zal over het algemeen op de lange termijn ook overslaan. Bijvoorbeeld op DeFi, dat steeds meer mensen gaan zien van nou, de oplossingen die op het Cardano-netwerk zijn veel goedkoper, zijn veel stabieler, zijn veel sneller. We werken met UTXO, zullen we zo meteen nog even iets over gaan vertellen. Maar ja, dus dat het gewoon allemaal veel, veel beter werkt en veel simpeler is. En het is dus gewoon een kwestie van tijd. Zeker zolang onze concurrentie, zoals Ethereum, dus de fouten op het netwerk laat bestaan zoals ze nu op dit moment zijn. En dan over lending en borrowing gesproken. Ongeveer een weekje geleden is het eerste lending en borrowing protocol op Cardano dan ook eindelijk live gegaan. De meeste protocols zoals Liquid Finance, die wachten momenteel nog op de nieuwe hardfork. Maar ADA heeft ervoor gekozen, of ADA, we zeggen dus niet ADA, maar ADA met dubbel A, heeft er dus voor gekozen om al eerder live te gaan en daarmee dus ja, als eerste lending en borrowing protocol dus live te gaan op het netwerk. Ja, we verwachten dus dat het in de toekomst veel meer gaat zijn en dat hiermee dus de hoeveelheid DeFi op Cardano enorm gaat groeien. Zeker straks wanneer we dus de uitbreiding krijgen met stablecoins. Daar hebben we het dus in een eerder nieuwsbericht ook wel eens over gehad. Met bijvoorbeeld de komst van Jet, verwacht bijvoorbeeld eind oktober, begin december, met Indigo, met IUSD. En ja, waarschijnlijk zijn er nog veel meer andere stablecoins die we dus binnen nu en een half jaar op het Cardano-netwerk gaan zien. Zojuist benoemden we het al even, EUTXO. Nou, wat is EUTXO? EUTXO is eigenlijk het tegenovergestelde van het account-based model wat wordt gebruikt door andere smart contract blockchains, net als Ethereum. EUTXO is eigenlijk meer vergelijkbaar met cash, terwijl het account-based model meer vergelijkbaar is met het doen via transacties via de bank. Hoe werkt het? Een account-based model, jij hebt een account, iemand anders heeft een account, jij doet een transactie. Jij zegt, ik wil die en die token versturen naar dat adres. En dat wordt dus op die manier uitgevoerd. Dan kan je de smart contracts kan je eroverheen doen. En dan kan je dus afspraken over maken, zeg maar, op wat met die transactie gaat gebeuren. Hetzelfde geldt met EUTXO. Alleen EUTXO werkt net wat anders. Zoals ik zojuist zei, EUTXO werkt meer als cash. Ja, het werkt als het ware. Dus jij hebt een portemonnee vol met briefjes. En jij wil een transactie doen. Maar jij kiest ervoor om één transactie naar vijf verschillende mensen tegelijkertijd te gaan versturen.
Dus via een account-based model, als jij dus naar 5 mensen gelijk te willen versturen, doe je dat in 5 losse transacties. Je kan namelijk niet, je kan natuurlijk ook niet via de bank. Ja, er zijn wel manieren hoe dat natuurlijk via slimme oplossing, bijvoorbeeld via Tikkie, weet ik verder niet hoor. Maar dat het misschien eventueel mogelijk is om dat in één handeling te doen. Maar in principe bestaat jouw transactie dan uit 5 losse transacties. In EUTXO is dat net wat anders. Het is namelijk vergelijkbaar met cash. Dus als jij zegt van, nou ja, ik moet €5 betalen aan 5 verschillende mensen, dus €25 in totaal, kan je in één transactie iedereen een briefje van 10 geven en vijf briefjes van 5 tegelijkertijd terugkrijgen. Dus is een groot onderscheid en waardoor dus die briefjes van 5 die je terugkrijgt, dus weer in jouw wallet worden opgeslagen als EUTXO of als een UTXO. Dit heeft dus als voordeel dat je meerdere transacties tegelijkertijd kan doen, omdat jij dus dat ene briefje van 10 of die 5 briefjes van 10 tegelijkertijd aan verschillende mensen kan geven, zonder dat jij één voor één weer hoeft te gaan settelen. Zonder dat je weer één voor één hoeft te gaan settelen hoeveel jouw uiteindelijke balance op jouw account weer is. Omdat je weet van ik heb die UTXO en ik spendeer alleen de UTXO en ik krijg weer een andere UTXO terug. In plaats van dat jij jouw volledige account elke keer moet worden gesetteld voordat je een nieuwe transactie kan doen. Ik heb het even heel kort uitgelegd op die manier. En ik hoop voor de mensen die het niet goed begrijpen, dat je een beetje een idee hebt. Maar anders gaan we daar snel even een blogpost over maken. Een leuk voorbeeld om een beetje een idee te krijgen wat EUTXO nou is, zie je naar EUTXO.org. En daar zie je dan ook een overzicht van wat voor transacties er allemaal worden gedaan op Cardano netwerk. Dit is dus een Cardano Blockchain Explorer. En daarin kun je dus zien van welke transacties er live worden verwerkt. En zie je dus hier elke keer een blok voorbij komen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een blok. Die bestaat dus uit 38 native tokens, 4 complex transactions, single native token transaction, pure ADA transactions. Hier zie je bijvoorbeeld een transactie van puur alleen maar ADA. Maar hier zien we dan bijvoorbeeld ook een leuke transactie waar bijvoorbeeld ook Holdsky in zit. En een Spacebus NFT en een ADA en een paar ADA natives. En hetzelfde geldt hier. Een ADA met World Mobile Token en een paar ADA natives. Dus dit is zeg maar één transactie. Ik hoop dat je een beetje een idee krijgt van wat nou ook het voordeel is van EUTXO. En hoe dit ook op de lange termijn voordelen kan gaan bieden qua schaalbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan een overheid die een uitkering wil uitbetalen aan 1 miljoen mensen. Via een account-based model zou dat dus 1 miljoen transacties zijn. Nou ja, ga maar eens kijken naar de Ethereum gas fees, hoeveel dat zou kosten binnen het huidige netwerk. Maar binnen een EUTXO kan je dus die 1 miljoen transacties allemaal in één keer uitvoeren, in één transactie. Dat is dus zeg maar om even te illustreren van wat is de voordelen van EUTXO. Dan is het voor mij nu tijd om deze video weer te gaan afsluiten. Op ons kanaal vind je nog veel meer video's. Je ziet dus dat wij elke week een nieuwsupdate plaatsen. Vorige week hebben we een uitzondering gemaakt om wat een uitlegvideo over Project Catalyst en Fund 9 te geven. Maar op ons kanaal vind je daarnaast ook een hele hoop video's over Cardano leren die we hebben gemaakt. Dus ben je nog niet klaar met kijken? Kijk dan even op ons kanaal en abonneer je zeker op ons kanaal en dan zien we je graag terug, zeg maar, volgende week bij een nieuwe nieuwsupdate. Waarin we dus volledig ingaan op de dagen na de hardfork. En gelukkig hebben we dan ook al de integratie van de Plutus V2 scripts gezien. En wellicht dat het vanaf dat moment ook een aantal leuke announcements weer gaat regenen op het netwerk van nieuwe dApps, nieuwe mogelijkheden. Hebben ontzettend veel zin in dus. Ik hoop jullie ook. Wellicht dat wij vanavond nog een Twitter Space gaan openen. Ik kan het eerlijk gezegd niet beloven. Want het is even kijken hoe ik me voel na een drukke werkdag vanavond. Maar volg ons even via Twitter en zet even een notificatie aan. En dan wellicht dat wij zo rond 11 uur, 11:30 vanavond nog even een space gaan openen. Zodat ze met z'n allen live de Fuzzy Hardfork kunnen gaan meemaken. En ondertussen lekker kunnen kletsen over alles waar iedereen zin in heeft. En vergeet ook niet om aan te melden voor de space van aankomende maandag, waarin we dus wat dieper ingaan tijdens het nummer 2 van de Cardano kroeg. En kun je er nou niet bij zijn,
Dan kan je altijd onze spaces terugluisteren. Wij plaatsen hem ook altijd achteraf op YouTube. Dat hebben we dus ook gedaan. Heb je de eerste nog niet gehoord, dan staat hij daar ook. De Cardano Kroeg nummer 1. Dan zien we je graag volgende week terug in de Babbage Area, jongens.